Goedemorgen, fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag alweer. Nou, helemaal bijzonder weer. Leuk dat je kijkt. Ik ga naar school toe. Ik ga vanavond lesgeven. En vanavond heb ik nog wat pakketjes die ik ga unboxen met jullie. Dus stay tuned tot het einde van de vlog. Dus ik zou zeggen, wees erbij tot het einde van de vlog. Hallo, lekker broodje. Broodje, en yes. Ik te maken. Oh, heel lekker. Dankjewel. Heel lekker. Tapenade. Dit was met kaas, toch? Ja, oude kaas. Dit is heel lekker. Lekker, die ga ik ook nemen. Salami. Oh, mijn, wat lekker. Oh my god. Zo lekker. Dank je wel. Jesse, is het leuk? Nee, ik wil dit echt niet meer. Ik wil eraf. Ga naar beneden. Ja, maar dat ik moet naar beneden. Ja. We hebben net heerlijk body conditioning gehad. Op kerstmuziek, heel erg lekker. Kijk uit met die ballen allemaal. Oh my god, we hebben net body conditioning gehad, jongens. Zwaar, zwaar. Ik kan niks meer. Ik kan helemaal niks meer. Mijn buik doet zeer van de buikspieren. Mijn benen voelen zwaar van de beenspieren. Mijn billen doen zeer van de bilspieren. Het is zo heftig, maar zo goed tegelijkertijd, hoor. Toch, Simon? Ja. Ja. Ja, maar morgen loop ik niet meer. Morgen loop ik ook niet meer, denk ik. Het is echt heel heftig. Oké, we hebben nu nog krachttraining. Dat is voor ons op dinsdag altijd vervelend. We hebben dan body conditioning, hè. Dus je gaat eigenlijk je hele lichaam trainen door middel van oefeningen. Maar straks, over een uur, hebben we dan ook nog krachttraining. Dus dan gaan we met gewichten en alles. Dus het is voor ons op dinsdag altijd dubbel op. Dus dat is wel intens. Nou, gezellig hoor, jongens. Nu weer krachttraining. Ik hou het allemaal niet meer vol. Dag, lieve vlogkijkers. Hallo. Het was me een dag. Wow, het was vandaag echt zo heftig. Als in veel krachttraining, veel body. Mijn hele lichaam doet zeer van het opdrukken. Buikspieren, benen, bilspieren, alles erop en eraan. Maar hoe lekker als je het dan allemaal gedaan hebt, hè? Ja, het was een hele heftige dag, maar zo gezellig ook weer met iedereen. We hebben lekker kerstmuziek overal geluisterd. Hey guys, ik ben net lekker thuis gekomen. Ik moest nog even een pakketje bij de buren halen. Dan voel ik me zo schuldig, want het is hartstikke laat. Maar ik heb het toch even gedaan. Anders dan, weet je, morgenavond ben ik ook niet, donderdagavond ook niet, want ik moet lesgeven. Dus dan wordt het pas voor vrijdag. Dat vind ik ook heel erg laat. Dus ik heb mijn pakketjes opgehaald. Ik ga het even unboxen. Het zijn hele leuke dingen. Ik hoop dat het past. Dat is het gewoon meer. Ik neem even een slok. Twee pakketten van Icon Amsterdam. Dit zijn twee broeken. En dit is een blouse. Dus laten we hopen dat het past. Leuk. Spannend ook alweer. Het is meer zo van, als deze broek niet past, dan past die ander ook niet. Want ik heb ze tegelijk in dezelfde maat gekocht. Kijk, dit vind ik zo'n prachtige kleur. Ja, moet je kijken. Oh, het is spijker. Ik dacht het is een fluweelst of hoe heet zoiets. Een net broekstofje, weet je wat ik bedoel? Maar het is toch echt een soort spijker. Oké. Oh ja, maar het kan wel. Ja, wacht even. Is dit te kort of is dit goed? Hij zit een beetje hier boven mijn enkels. Maar ik vind het denk ik wel gewoon perfect. Kijk, en dan kan ik hem hier een beetje opstropen nog. Ik vind het wel een hele mooie hoor. En dit is een beetje crème kleur. Ja, dit is gewoon meer een beetje voor de feestdagenachtig iets, weet je wel. En ik heb deze heb ik eigenlijk ook in het zwart gehaald. Want ik dacht, hè, het zou maar net zo zijn dat je toch gewoon zwart nodig hebt, weet je wel. Ik ben hier heel tevreden over. Of lijkt het net een beetje of ik ga paardrijden of zo? Nou oké, dit is er één. Ik ga even half uur strepen. Even kijken. Ja, dit is zwart. Oh, dit is echt weer niet. Nee, dit is heel anders. Hè? Dat is echt spijker. Dit is. Nee, dit bedoel ik. Hè, heb ik dan twee verschillende merken gekocht of zo? Dit is een hele andere stof. Dus ik denk dat ik twee verschillende heb gekocht. Vind ik wel mooier. Oh nee, ik vind deze denk ik mooier dan die crème kleur. Ja. Deze vind ik perfect. Ja, het is echt een heel mooie broek. Past ook precies bij mijn voeten. Nee, ik ben hier weg van.
Oké, maar dan natuurlijk nog de blouse. Die hebben we ook nog. Wat zou ik het nou leuk vinden als die ook past. Waanzinnig. Hele mooie blouse vond ik. Moet absoluut gestreken worden. Ja, en hij ruikt nog even verschrikkelijk nieuw. Oh nee, hij is perfect. Perfect. Oh, hij moet echt gestreken worden, want het is echt geen poren, maar hij is perfect, perfect. Ja. Super jongens, nou dit is toch leuk. Oh, wat ben ik hier blij mee. Dit is van Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Eigenlijk ben ik dan helemaal blij met alles wat ik heb. Ik ga denk ik deze terugsturen. En dat is niet omdat ik hem niet leuk vind, maar omdat ik voor deze kwaliteit ging. Ik schrok een beetje toen ik dit voelde, want dit is spijker. En dat wou ik nou eigenlijk totaal niet. En dit is zo'n nette broek, ook lekker stretchy, dus ik kan zo nog mijn benen in mijn nek leggen als ik wil. Dus ik ga deze gewoon weer terugbrengen, geef niet. Maar het is wel even zo de waarheid. Oké, changing plan. Ik ga ze gewoon allebei houden, want er zit geen retourlabel bij en dan moet ik het helemaal gaan uitprinten. Een beetje lui ben ik, dus ik ga het gewoon allebei houden. Weet je, die broek komt ook wel weer ergens van te pas. Het, ja. Ja, nee hoor, het is prima. Ik hou ze gewoon allebei. Nou, voor nu ga ik lekker slapen, jongens. Ik ben helemaal bezig geweest met plannen. Ik moet voor dit jaar nog 4 YouTube-video's op mijn andere YouTube-kanaal plaatsen. Dus ik heb 4 YouTube-video's. Ik heb al 4 ideeën. Dus dat is super. Ik ga het gewoon filmen en allemaal online zetten de komende tijd. Zodat het lekker voor oud en nieuw nog allemaal geplaatst is. Wat ik volgend jaar met mijn andere YouTube-kanaal ga doen, weet ik nog niet. Ik merkte wel dat ik iedere week een video... Oh. Ik merkte wel dat ik iedere week een video wel heel heftig vond. Met ook het dagelijks vloggen erbij. Dus ik ga dat denk ik niet meer doen. Heel even kijken hoe ik dat allemaal ga aanpakken volgend jaar. Maar daar ga ik even over nadenken. Tot die tijd kan ik natuurlijk gewoon terecht op mijn andere YouTube-kanaal voor al die andere video's. Nou... Morgen ben ik er weer op Daily Jay-Z. Tot dan!